Het bedrijfsleven heeft flinke klappen gekregen tijdens de heersende economische crisis, zei minister Stanley Raghubarsingh van Financiën en Planning vandaag tijdens een persconferentie. Door de bewindsman zijn tijdens het persmoment de ontwikkelingen met betrekking tot het Internationaal Monetair Fonds besproken. De bewindsman zegt op zijn departement te hebben gemerkt dat er facturen zijn van de door het bedrijfsleven geleverde diensten uit 2019 tot 2021. De betalingen daarvoor moeten nog worden afgehandeld door de staat. Het is allemaal belangrijk dat we niet vooral alleen kijken naar de macro-economische stabiliteit daarvan, maar dat we kijken naar een land met mensen. En dat wij onze uitdaging primair is om dat land bij elkaar te houden. En dat alle elementen aanwezig zijn en dat het niet makkelijk is, maar dat we met de banken, met het bedrijfsleven, met de vakbeweging, met DNA, als je luistert naar de beleidsmaatregelen, dat je hoort dat die beleidsmaatregelen heel goed met elkaar overeenkomen. Dat wij met elkaar overeenstemming bereiken. Dat het vertrouwen absoluut zit in herstel van macro-economische verhoudingen, maar dat het vertrouwen vooral erin zit. Dat wij elkaar als onderdelen van dit volk, ieder vanuit zijn haar eigen verantwoordelijkheid, weten te vinden in het pad naar de toekomst. Ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is. Ik denk dat het doel is met het IMF om te vermelden dat het IMF af kan sluiten. En dat zal niet in Paramaribo gebeuren, maar dat zal in Washington gebeuren. Raghubarsingh stelt verder dat de schuldpositie van Suriname verbeterd moet worden. Ook moet er goed vanuit de kant Suriname worden overwogen wat er verder afgesproken moet worden. Het IMF heeft ons daarop een genuanceerd beeld gegeven. Ze zeggen er zitten wat risico's in, maar wat ons betreft is het oké. Okay. Wat ons betreft zit hier een deal in die Debt Sustainability Analysis niet in gevaar gaat brengen. Dus dat is ook voor ons belangrijk. Maar het is ook belangrijk dat het IMF daarvoor in betrokken wordt, zodat dit niet een conceptovereenkomst die we tekenen met de bondholder, dat dat niet een barrière gaat worden om straks met het IMF het programma verder te trekken. Het brengt me op de call options heb ik genoemd. Inderdaad, er zijn call options, die zijn erin gebouwd, wat ik eerder noemde. Wij hebben de mogelijkheid onderhandeld om op het moment dat het ons goed uitkomt en versneld kunnen aflossen, dat ook versneld aflossen en minder rente hoeven te betalen. Raghubarsingh voegt eraan toe dat bij het aflossen van buitenlandse schulden er veel minder rente afgelost zal worden. De olie- en gasindustrie zal flink helpen met het terugbetalen als de ontwikkelingen in die sector slagen, aldus financiën minister Raghubarsingh.